1 jaar is het alweer geleden dat we ze op de televisie hebben gezien, dames en heren. Wat er allemaal gaat gebeuren, dat gaan we nu beleven. Maar ik moet u wel even vertellen dat er van tevoren geen afspraak is gemaakt met onze gasten hier in onze wijnstube. Ik mag uw aandacht komen vragen voor de Ricardo's. En dames en heren, wij gaan dan een bijzonder experiment laten zien. Sylvia gaat namelijk enkele van haar demonstraties geven. En we gaan heel gezellig beginnen met een spelletje met dobbelstenen. Concentratie, Sylvia. Ik mag dat misschien even aan deze tafel doen, dames en heren, want hier staan een aantal dobbelstenen klaar. U wilt misschien zo vriendelijk zijn, meneer, de stenen even door te geven. Daar de volgende persoon, graag 5 personen naast elkaar. En dan ga ik meneer nummer 1, ik zal u even nummer 1 noemen. En ga ik meneer nummer 1 verzoeken de steen die u daar in de hand heeft met een bepaald aantal punten naar eigen keus even omhoog te tillen op deze camera. Dan kunnen wij zien wat u daar heeft gekozen. Vertel maar, Sylvia, wat heeft meneer daar gekozen voor een aantal punten? Meneer heeft 1 punt gekozen. 1 punt, dat is correct geantwoord. We gaan het nog een keer doen, nu met 2 stenen. U mag maken wat u wilt. Tilt u ze maar zo hoog mogelijk op, alstublieft. Opgelet, ja, vertel het maar, Sylvia. Er zijn nu in totaal 3 punten, een 2 en een 1. Een 2 en een 1, 3 puntjes bij elkaar. Ik ga u dezelfde vraag weer stellen, maar we gaan er natuurlijk een dame bij betrekken. En mevrouwtje, wilt u zo vriendelijk zijn ook even mee te doen? Met z'n drieën, ieder een dobbelsteen graag. U tilt hem weer op met het eigen aantal punten wat u verkiest. Akkoord. Hoeveel punten, Sylvia? Raad het maar. Het zijn nu in totaal 15 punten, namelijk een 5, een 4 en een 6. 5, 4, 6, 5. U begrijpt, hoe meer dobbelstenen er aan het spelletje gebruikt worden, hoe ingewikkelder of het wordt. We gaan nu nog weer 4 dobbelstenen opsteken. We gaan het weer moeilijker maken. Wilt u zo vriendelijk zijn? Naar eigen keus, zo hoog mogelijk. Even graag op deze camera. Opgepast, Sylvia, raad eens, wat hebben deze 4 mensen in totaal in hun handen? Zij hebben in totaal 20 punten in hun handen, namelijk een 2 en 3 maal een 6. Dat is ja. En dan tenslotte, dames en heren, laten we het heel erg moeilijk maken. Meer dan 2000 mogelijkheden kunnen we maken met 5 stenen. Wilt u zo vriendelijk zijn, alle 5 dus, naar eigen keus weer de stenen omhoog te tillen. Graag zo hoog mogelijk nogmaals. Ja, gaat u gang maar. Opgelet, Sylvia, hoeveel punten zijn dat in totaal? Attentie, dames en heren. Het zijn in totaal weer 20 punten, maar nu een 2, 2 maal een 4 en 2 maal een 5. Dat is klaar. En nu, dames en heren, gaan we rustig verder met ons tweede en laatste experiment. En ik vind het heel erg prettig dat het een muzikaal experiment is. En ik zou u willen verzoeken om even goed op te letten wat we nu gaan doen. Ik heb hier een aantal blanco kaarten, dames en heren. En u wordt nu verzocht om een gezellige Nederlandse populaire melodie in gedachten te nemen. Als u dat doet, dan schrijft u hem even op de kaart met de viltstift, liefst in een blokletter. Dan kan men daar in de huiskamer zien wat u heeft gekozen. En we zullen trachten door middel van ons raffinementenspelletje, Sylvia, te laten mededelen welke melodie u wenst. U wilt eraan meedoen, zegt u het maar, steekt u de vinger maar even op, alstublieft. U schrijft het maar even met een bloklettertje. Heeft u viltstift? Nog meer liefhebbers? Ik even aan deze tafel ook, meneer, alstublieft. Viltstift erbij, kijkt u eens. U ook, alstublieft. Wie nog meer? U, meneer, kijkt u, u krijgt de viltstift, als u hem dan misschien wilt doorgeven. En dan, als u de viltstift gebruikt heeft, dan mag... Hier nog iemand? Ja, een vrouwtje daar. Deze tafel blijven. Ja, ik moet even aan deze kant blijven. Ja, u heeft al de viltstift gebruikt. Haalt u de dop, u kunt de dop eraf trekken, ja. Zo, dames en heren, dit is om alle misverstanden te voorkomen. U schrijft dus een willekeurige melodie, graag Nederlands populair. En dan kunnen wij straks even bewijzen dat het ook inderdaad juist is wat u hoort spelen. Zo, was er nog iemand aan deze tafel? Ja? Niemand? Ja, mag nog wel even. Ja, de laatste kaart. Dames en heren, dit is de laatste kaart. Mag ik de laatste kaart graag? Dank u wel. Sylvia, de eerste melodie graag die gekozen is. Attentie, dames en heren, nu komt voor u de eerste melodie. Denk maar even, Sylvia. Dit was juist. Ik dank u zeer. Hoe is dan de tweede melodie, Sylvia? Even uw attentie, dames en heren. Ja, daar gaat hij. Als u lief eventjes... Vertel dan meteen maar daarachteraan de volgende melodie graag. Attentie, dames en heren, nu voor de laatste melodie. Let u goed op. Doe maar, Sylvia, even de laatste melodie. Heb je enig idee, Sylvia? Ja, dames en heren, daar zijn we allemaal even een beetje stil van, hè, wat er allemaal gaat gebeuren. Het was fantastisch. Ricardo's, hartelijk bedankt voor deze geweldige act.